Districtscommissaris van Para, Marlene Joden, wil werkgelegenheid scheppen op plantage Vier Kinderen. Dit haalde de burgermoeder aan tijdens een werkbezoek aan de plantage afgelopen zaterdag. Tijdens dit bezoek heeft ze een boek over de plantagegeschiedenis ontvangen van het plantagebestuur. Ook heeft de burgermoeder een brief in ontvangst genomen met daarin de wensen en grieven van de plantage. Werkgelegenheid is een grote noodzaak binnen de plantage. A fossan san miwan pak aan, dan net lek van de jongwan taki werkgelegenheid. Dus u sa mek moeiti voor de jongwan sa fenwan presi, isabi fuka ontvang fuka sorgu wa sondro roko ino don noti ina kondredis. Nou, den Jimmy a briefi, maar voor mij zei voor een commissariat zei dat bepaalde desan bij dit papier agba. Dus waardoor we ook go met desani. Dus mi breedte ook toe tak desref prakseri sa mi be abi, den ook toe abi. Dus dat wan tak da auroko ook go moro makkelijk. Alphonse Seder, voorzitter van het plantagebestuur Vier Kinderen, hoopt op ondersteuning van de districtscommissaris om bepaalde zaken binnen de plantage gedaan te krijgen. Hij is zich ervan bewust van de economische crisis in het land, maar verwacht wel dat het commissariaat inkomt waar de hulp dringend is. Als de Surinaamse regering wat ondersteuning kan geven. We hebben hier een Tawayaku gekregen, is een beetje dichtgeslipt. We hebben de Koropina gekregen, is ook dichtgeslipt. Bij hoogtijdagen is het een probleem, vooral in de periode mei, juni. Dan hebben we enorm veel last van wateroverlast. Dus indien dat verholpen kan worden, het is 20 jaar geleden misschien verholpen, maar ja. Tot zover Alphonse Seder, voorzitter van het plantagebestuur Vier Kinderen. Zowel de DC als Seder zijn het ermee eens dat samenbundeling zal leiden tot ontwikkeling van plantage Vier Kinderen.